Ons grootste goed in Nederland is vrij zijn. Maar wat is vrijheid nou eigenlijk? Wij gaan het vandaag de mensen in Hengelo even vragen. Voor mij vrijheid is dat ik alles kan doen wat ik zelf zou willen doen. Ja, volgens mij is vrijheid een essentieel iets van deze samenleving. Dat mensen zich kunnen ontwikkelen, dat ze kunnen doen en ook laten wat ze graag willen. Vrijheid betekent gewoon voor mij dat je jezelf kan zijn, ongeacht hoe je eruit ziet, of je nu man of vrouw bent, wat voor geloof je hebt. Als je zeg maar geen vrijheid hebt, dan ben je denk ik ook sneller ongelukkig dan dat je als je vrijheid hebt. Vrijheid? Dat ik hier sta. Dat ik kan doen wat ik wil. Ja, vrijheid is voor ons wel heel vanzelfsprekend, want wij hebben het nooit anders gekend. Dus. Vrijheid betekent meer voor mij van dat je respect voor elkaar hebt. Dat je mag kleden hoe je wil bijvoorbeeld. Of dat je mag doen wat je wil. En dat je wordt geaccepteerd over wie je bent en hoe je bent. Ik zie vrijheid dat je kan doen en laten wat je wilt. Vrijheid voor mij is levensbelang. Je kunt gewoon niet leven zonder vrijheid. Want ik vind dansen, zingen, acteren gewoon hartstikke leuk. En als je ook gewoon je hobby's kan doen, is dat ook gewoon hartstikke leuk. En geeft dat ook een vrijheidsgevoel. En dat vind ik ook mooi. Dus vrijheid, je moet het waarderen. Je moet het behouden. En je moet alles doen om dat zo te houden. Wat betekent vrijheid eigenlijk voor jou? Of heb je misschien wel ideeën hoe jij de vrijheid zou willen vieren? Vul dan onze swipe-app in.